De beroemde Franse schrijver en filosoof Marcel Proest schreef bij Leven een vragenlijst. Een vragenlijst ten einde zichzelf en zijn omgeving beter te leren kennen. Een aantal van die vragen die stellen wij aan bekende Limburgse kunstenaars. En vandaag doen we dat met Sef Tissen, bariton van onze provincie. Sef, we hebben jou voor een spiegel gezet. Kijk eens naar jezelf en wat zie je? Ja, ik zie een uh, zanger die uh, heel graag het podium zou willen bestijgen. En uh, dat helaas niet kan op dit moment. En dat is, uh, dat is jammer, maar dat is de tijd waar we in leven. Voor de verdere zie ik ook iemand uh, die, uh, ja, die wel heel veel rust voelt. Want dat is ook wel een voordeel van deze tijd. Het is ook wel een soort van reset, ja. waarin je uh, heel even. Uh, jezelf af kunt vragen, jee, dat jagen wat je de afgelopen jaren achter elkaar gedaan hebt, is dat, is dat nog wel allemaal ja. zo slim? En is dat wel allemaal zo keihard nodig? Dat is wel een vraag die nu uh, opdijnt, ja. Je zit nu uh, voor, een, uh, voor een spiegel in een kleedkamer. Dit is normaal het moment, denk ik, dat je, dat je vlak voordat je opgaat om, om, om te zingen. Wat, ja. Normaal als je hier zit, wat, wat gebeurt er dan in je hoofd en in je lichaam? Uh, ja, de, de gezonde spanning. Dat is altijd zo'n, dat is heel raar, dat is altijd zo'n moment dat je denkt van, oh mijn god, waarom doe ik dit en, 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 en kan ik het wel en lukt het wel en, en allemaal die vragen die je dan zelf afstelt. Heb, heb ik het genoeg goed voorbereid, noem maar allemaal op. En dat maakt, uiteindelijk maakt dat uh, gelukkig nog altijd plaats voor het moment dat ik denk, en nu wil ik dat podium op, ik wil dat nu gaan doen. Mm -hmm. En is dat nou, nou je hier zit, is dat nou een, een gevoel dat meteen weer terugkomt, nou je in een theater bent en in een kleedkamer zit? Nee, weet je wat, 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 uh, wat bij mij heel erg is, en dat is, dat is best wel raar. Ik heb, uh, heb zo'n, in zo hele lichte vorm, maar iets van dwangneurose. Dus ik zal maar zeggen, als ik iets aanraak met oh ja. mijn rechterhand, dan moet ik dat ook met mijn linkerhand doen. Ja. Um, en dat is best, dat is heel erg, want... Ik kan dat zal maar zeggen, in real life kan ik dat heel goed managen. Ja. Maar op het moment dat ik dus in theater ben en bijvoorbeeld in het kleedlokaal, dan, denk, dan ga ik mezelf de vraag stellen: Ja, maar waarom zou ik het niet doen? Want straks gaat het niet goed en dan heeft het misschien daaraan gelegen. Ja. Dus ik verlies wat gebeurt er, het. Wat gebeurt er, denk je in je, in je, in je, in je diepste droom als je die dwangneurosis niet uh, doet? Nou, ik ben, ik ben geen, in die zin geen dromer, dus ik, 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 ik zelf of nooit dat ik wakker word uh, uh, en, en dat, ik, dat ik gedroomd heb, of althans dat ik me kan herinneren dat ik gedroomd heb. Uh, maar het is wel voor mij zo dat als ik zal maar zeggen, uh, hier ben mm -hmm. uh, en je moet een prestatie gaan leveren op dat podium, uh, ja, dat ik dan op een gegeven moment denk van, oh stel voor dat dat fout gaat. Dus het is veel meer het gesprekje wat er dan ontstaat tussen mij en dat ergens dat gekke stemmetje in je ja. hoofd. En uh, ik heb een keer een tv-programma erover gezien van mensen die dat heel erg hebben. Ja. Uh, en dan zie je eigenlijk wat je zelf in een hele kleine vorm hebt, zie je enorm uitvergroot. En toen wist ik zeker dat ik het dus had. Weliswaar in een kleine vorm, uh, maar je hebt dat grote nodig om te zien dat je dat hebt. Ik, moet zo, ik, moet zo, uh, ik, ik verbaas me zo dat je het zegt, uh, dat je zo van die dwangneuroses hebt. Want ik ken bijna niemand die zo ontspannen altijd het podium oploopt uh, op dan jij. Ja. Is dat schijn? Ben je goed ideeën spelen wat dat betreft? <laughs> ik wil graag dat jij dat zegt. Nee, ik, nee dat weet ik niet. Uh, uh, nee, ik, nee zo, zo hoe ik daar sta, zo voel ik me ook wel. Omdat ik, ik heb wel altijd het gevoel dat ik, dat ik ergens in control ben. Hmm. En daarom ben ik ook wel relaxed. Uh, maar ik bijvoorbeeld, ja, dat was, dat was ook in een stuk als De laatste Getuigen. Dan, 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 wil ik bepaalde, dan sta ik op een bepaalde lijn op, het, uh, op de vloer dan moet ik met mijn linkervoet ook die lijn nog even aanraken. Want ja, ja. anders dan... Weet je wat, dat is, daar, daar kan ik het me knap lastig mee maken in de laatste seconde... dat die groep samen moet smelten voor de openingszene. Ja. ja. Ik heb een paar vragen voor je. Want we, uh, uh, die, die Marcel Proest uh, uh, ooit uh, op, opschreef. En, nee. en de eerste die ik jou zou willen stellen is... Wat is eigenlijk jouw allergrootste angst? Uh, ik... Uh, ja... De, ja, als ik in die lijn moet praten, ik, dan, dan, dan zou mijn allergrootste angst zijn dat er op de eerste plaats iets met mijn, met mijn, met mijn lieve dochter iets zou gebeuren. Uh, of, met mijn, uh, of met mijn vrouw. weet je, met je Echt wat heel direct, is je moeder. Uh, maar mijn dochter natuurlijk in het bijzonder. Dat is, dat, dat, dat is wel een, een, een iets. Als je praat over een angst, dat zou een allergrootste angst zijn. Uh, maar ik vind dat heel moeilijk om. Wanneer, wanneer manifesteert zich die angst? Bijvoorbeeld, als ze te laat thuis komt, of als ze, wanneer, of wanneer nee. denk je daaraan? Nee, maar het rare is, want dat was eigenlijk het vervolg op dat stuk. Ik, ja, ik leef totaal niet in angst. Nee, ik, nee, ik ken het ook niet. Ik, ken het, ik vind het ook zo'n slechte raadgever. Ik, ik kan er niks mee. Dat ik namelijk, en je hebt natuurlijk, ik vind het is terecht dat je je wel over situaties zorgen kunt maken. Dus wat jij ja. zegt van, oh, komt ze laat thuis, of als ze niet lekker in haar vel zit, of ze heeft het moeilijk emotioneel. Hè, dat zijn allemaal gevechten die die kinderen ook hebben. Dan, dan, dan vreet dat aan je. Mm -hmm. Maar daar maak je je zorgen over. Maar ik ben daar niet angstig over, omdat ik, ik geloof in de kracht van dat, van dat mooie meisje dat ze dat, dat ze dat altijd allemaal overwint. Dus ik kan daar ook niet angstig over zijn. Oh ja. Het gevaar natuurlijk van niet angstig zijn, kan ook wel eens zijn, of kan, althans dat herken ik wel eens bij mezelf, dat je overmoedig wordt. Omdat je geen angst kent. Is ja. dat iets wat je herkent? Jazeker. Zeker. Als ik dingen van mij terugzie, die bijvoorbeeld jaren geleden opgenomen zijn. En zeker in de beginfase, als je begint, en die eerste keren dat podium bestijgt en dergelijke. Dat ik denk, mijn god, hoe heb ik dat gedurfd? Ja. Wetende wat je nu weet, dat je dat toen gedurfd hebt. Dat, dat, is, uh, dat, dat vind ik wel een overmoedigheid, ja. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, alles wat we doen, dat hebben we ook nodig om te, ja, om, om te zijn wie je bent. Ja, want misschien wel je meest grootse en overmoedige beslissing was om eigenlijk op betrekkelijk late leeftijd uh, ja. uh, die switch te maken om zanger te worden. Kun je, weet je nog precies welk moment dat was, dat je die beslissing nam? Wat, ja. Waar was je toen en wat... Uh, wat ik, maakte dat je die beslissing nam? Ik, uh, ik, ik, dus, ik was in, in, de, in Praag geweest. Uh, met, met de handcoren neef en het hele team om mijn uh, CD op te nemen. En ik was er gewoon thuis actief in het bedrijf. En toen kwamen wij terug van Praag. En ik had dan met dat prachtige orkest en alles die muziek opgenomen. En toen kwam, uh, toen kwam iemand bij mij op kantoor. En die zei: van, En hoe was het? Ja, leuk. Moet even kijken. Want die klant moet dit. En we zitten bij die klant met dat. En, en, ja. en dat zouden En ik dacht echt: Ik zit in een verkeerde film. Ik moet hier weg. En toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik, uh, toen heb ik echt een dialoog met mezelf uh, uh, gehad. En toen wist ik het zeker. En toen voor de spiegel? Ik... Ja, voor de spiegel. Dus eigenlijk deze setting. Gewoon, wat wil ik zelf? Ja. En toen wist ik één ding zeker, dat wil ik niet meer. Mm -hmm. En uh, 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 ik denk, dan moet ik het gewoon doen. Ja. Het is belangrijk is het op zo'n moment dat je inderdaad heel goed jezelf aankijkt... en super eerlijk bent over dit wil ik en dat wil ik niet. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En is dat moeilijk? Uh, die, nou, ik, ik heb er in die zin uh, uh, weinig moeite mee, omdat ik uh, uh, vind dat dat een onderdeel van ons vak is. Ja. Ik vind dat je, uh, uh, dat je oprecht uh, uh, in je blote kont voor de spiegel moet durven staan. Ja. En, 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 in, en in alle ongemakken van je lichaam ook de schoonheid moet kunnen zien. En als je die ongemakken en die schoonheid van jezelf durft te omarmen, uh, dan kun je ook tot die blootstelling komen die je nodig hebt op toneel. Ja. Denk ik. Mooi. Dankjewel. Jij komt uit Venlo. Ja. Je bent Venlo-naar van het jaar ooit geweest. Klopt. Maar waar zou je nou echt graag willen wonen? Het, het, het feit is natuurlijk dat de plek waar je woont, daar voel je je thuis. Dat heeft mijn wieg gestaan, daar, daar, daar ben ik gelukkig, uh, daar woont mijn familie. Mm -hmm. uh, het werk wat ik nu doe, maakt ook dat ik, uh, uh, dat ik niet meer verbonden ben uh, specifiek aan een plek. Uh, dus ik kan mijn werk kan ik vanuit alle plekken in de wereld doen. Uh, ik reis uh, uh, heel graag. Iets wat ik vroeger nooit deed, doe ik nu wel. Mm -hmm. En uh, ik moet in alle oprechtheid zeggen, Survey, dat als ik uh, dan bijvoorbeeld een maand door Europa een tour ben, hoe mooi ik dat allemaal vind, of dat ik een reizen ben voor mijn werk. Uh, het hoogtepunt is toch altijd als ik weer gewoon het Willeminepark Park binnenrij en, uh, en in mijn eigen huis kan stappen. Sentimenteel klinkt het bijna. Ja, is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Ben je een sentimentele man? Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Nee, ik, ik, ik bedoel, ik, uh, ik, heb, ik heb niet veel nodig om. Uh, om, uh, om, 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 om de tranen te laten lopen. Maar ik denk dat dat ook inherent is aan het vak wat we hebben. Ja, ja. Ik bedoel, als je, dat, als je die blokkade al hebt, ik denk dat, dat is hetzelfde dat ik. kijk, kunst is een vorm van, van blootstellen. En hoe meer ik me blootstel, hoe meer ik kan geven aan, aan, aan het publiek. En overigens, hoe meer het publiek zich blootstelt, dus dat is altijd de spanning van de dialoog, vind ik. Ja. Uh, ja, hoe, hoe spannender die dialoog gaat worden, ja, met je publiek. Nog heel even over jouw vak, hè? Want wat ik me kon voorstellen, dat uh, dat misschien een, uh, een, uh, een angst wel zou kunnen zijn, ondanks dat je zegt dat je er geen hebt, maar is, is, je hebt natuurlijk een instrument uh, wat, uh, waar, de, waar de tijd toch ook, weten we, van operazangers vat op, uh, op, uh, op heeft. Je ja. bent nu denk ik midden veertig zo, hè? Ja. Uh, hoe, hoe, lang, hoe, lang, hoe lang is, uh, is bariton, sef, Tisse eigenlijk houdbaar? Ja, dat is een hele lastige. Dat heeft ook te maken met hoe je je instrument onderhoudt. Ja. Uh, 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 hoe, en dat heeft te maken met hoe leef je. Hè? Uh, en dan heb je natuurlijk ook een stukje genetisch geluk nodig. Ja. Uh, ik bedoel, uh, ik kan uh, dadelijk hier naar buiten lopen en er kan mij iets gebeuren. En dan is die vraag meteen overbodig, om het zo maar te zeggen. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn er genoeg voorbeelden. Ik zag laatst weer een, een opname uh, van uh, Leonucci, uh, die uh, uh, dik in de 70 is en, uh, en in de Scala Milan uh, uh, de Rigoletto staat te zingen. En ik ben uh, uh, bezig met een heel mooi project met Marco Bakker samen. Oh ja, die uh, is ook al in de 80? En die is, ja, en die, woord, uh, die, die is 82, weet je, en ik met ben 46. Het, het grappige is ook dat als ik met hem zit, denk ik: ja, ik zit gewoon met een vriendje van me. Dat ja. is heel raar. De, de, dus, leeftijd zegt in ons vak ook niet zoveel. Nee. Je moet wel goed voor je instrument zorgen, goed voor je lichaam zorgen en, uh, uh, en, en, en voor de vaardigheid hopen. Dat is het enige uh, ja. wat je kunt doen. Is dat je, ja, wat dat betreft, genetisch geluk hebt. Hmm. Je, 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 het ontvouwt zich het gesprek als dat, dat in de spiegel een, een, een betrekkelijk gelukkig man zit, die, die uh, weinig blokkades heeft, uh, die veel. Uh, uh, Open en eerlijk naar zichzelf kan kijken en dat ook mee kan nemen op, uh, op, op toneel. Mm -hmm. Zo kun je naar jezelf op dit moment kijken, ja. naar wat je hebt gepresteerd en gedaan. Wat is nou nog een brandende ambitie die je hebt? Wat heb je nog niet, wat je wel heel graag wil als gulzig man? Ja, die uh, vind, ik, vind ik, wat ik wat ik heel mooi vind, is, is uh, om mijzelf te, te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Mm -hmm. ja, dus, uh, uh, dat je dan uh, dat je op een gegeven moment de ruimte krijgt om in een toneelstuk te spelen. Ja. En, dat dat, en dat dat dan uh, naar behoren lukt, weet je wel. Dat je denkt van, wauw, heb dat, 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 dat hebben we overleefd, weet je wel. Dat is goed gegaan. En, en dat ik me als zanger kan blijven ontwikkelen. En dat ik continu weer progressie zie in datgene waar ik dagelijks mee bezig ben. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Uh, omdat ik het niveau waar ik nu sta dat zie ik ook niet meer als een platform om uit te kijken naar hogere doelen maar het leven vier ik toch het liefst volgens de filosofie van Goethe man reist ja niet om aan te komen zonder om te reizen dankjewel want uh, eigenlijk heb je in het slotje mijn laatste vraag of je een motto of een adagium had maar uh, we reizen niet om aan te komen ergens maar om het reizen zelf absoluut, dat is het leven mooi Dankjewel, chef. Jij bedankt, Sophie. Dat was heel tof. Dankjewel.